Sweetness TV is een maandelijks online tv-programma. Presentator Norman en DJ-producer Two-Wise nemen je mee in de wereld van dance, lifestyle, fashion en entertainment. Na spraakmakende interviews bezoeken wij de vetste feesten en bekijken wij de nieuwe Gadget One-haves. This is Sweetness TV. Sweetness. Nee, ik ben niet de nieuwe Jack Hans. Je kijkt nog steeds naar Sweetness TV. Maar we zijn op een plek waar het kledingvoorschrift tenue de ville is. We zijn bij Masters of Luxury. Ik wacht nu nog even op de diva, Norman. Die moet er zo aankomen. Rode lopers, luxe jachten, grote auto's, diamanten. De rij is omgetoverd tot een van de luxe beurzen van Nederland. Wat is er nou mooier om op een zondagochtend te gaan kijken naar hetgene waar in ieder geval ik nog hard voor moet werken. Het is een hele sterke bewaking, beveiliging hier natuurlijk. Maar we zijn nu klaar om op toe te gaan naar luxe. Ik ben er. Sorry. Waar was je nou? Ja, mijn chauffeur was veel te laat. Hey, maar ik ben klaar om in een wereld te duiken van luxe. Hij is mij toch iets te klein. Ik neem een ander bootje. Hallo. Ik sta net even naar jou te kijken. Ik dacht van, wat sta jij hier braaf, schattige, stil te staan? Ik had verwacht dat jij lekker rondloopt, lekker aan het shoppen bent. Ik heb al wel een paar rondjes gelopen hoor. Wat is voor jou het toppunt van luxe? Luxe? Nou, ik denk dat luxe is wel al het beetje extra natuurlijk. Want je kan wel heel cliché zeggen van, nou dat is gezondheid en alles. Dat is, je moet gelukkig zijn en gezond zijn. Maar ik vind dat luxe is wel het stukje extra natuurlijk. Hard werken, dan bereik je dat. Hard werken, dan kun je jezelf al dat soort leuke dingen permitteren. En ik denk dat hier op de fair is alles wat je ziet, is inderdaad luxe. Wat is jouw duurste aankoop tot nu toe? Hier? Nee, gewoon over het algemeen. Over het algemeen? Als je het wilt zeggen hoor. Ja, dat was wel kostbaar. Een tas of een tas. Accessoires of zo. Ja, maar dat heb ik gelukkig altijd nog gekregen. Dat heb ik mezelf nog niet echt cadeau gedaan. Want... Lucky girl, lucky girl. Oh, lucky bastard. She has it all. Nou, al. Dat wil ik niet zeggen. Zullen wij even lekker een wijntje gaan drinken zo? Ja, dat is goed. Bedankt voor je tijd. Wat is hier precies de bedoeling? We zijn hier in de Jackie Department Store. En dan kunnen, het is van het blad Jackie Magazine. En vrouwen kunnen zich hier zelf de haar laten doen, de nagels, de make-up. En daarna kun je hier naar deze hoek om vervolgens je eigen Jackie cover te laten schieten. Ik ben alleen geen vrouw, maar ik zie alleen maar vrouwen. Zou ik het eigenlijk ook mogen? Nou, vooruit. Wanneer sta ik op de cover? Vanavond sowieso op JackieOnline.nl. En wie weet, volgende maand wel in de winkel. Hey, koop hè. Dat was de best-selling Jackie ever. Ik heb hier de eer en genoeg om te mogen praten met de tweevoudig Edison winnares die hier optreedt op de Luxury Fair. Niemand minder dan de lovely Sabrina Stark. Ik heb echt genoten van je optreden en ik moet zeggen, het is een hele sterke nieuwe cd die je hebt uitgebracht. En het heet Outside the Box. Is dat outside of the box qua gedachtes of is het outside the box of feeling? Hoe omschrijf je deze cd? Voornamelijk zeg maar het proberen van nieuwe dingen. Dat kan zijn soundwise, hoe ik eruit zie. Dus gewoon openstaan voor nieuwe dingen om zo te groeien in hetgene wat je al doet, weet je wel? Dus gewoon niet de bekende paden, de comfort zones, weet je wel, waar iedereen graag in zit. En gewoon dingen te proberen die je misschien in eerste instantie niet zou doen, om zo tot nieuwe inspiraties te komen. Dus dat is outside the box. Op een gegeven moment was jij klaar. Toen zei je van, ik ga nu iets zingen van iemand die je echt admire. Ik dacht, no way. Ik zeg, wat heeft zij betekend voor jou in je leven? Gewoon muzikaal een heel groot voorbeeld, weet je wel. Ook als persoon, weet je wel. Want zoals ook Nina Simone dan. Een heel sterk persoon als het gaat om, ik weet wat ik wil en waar ik voor sta, weet je wel. En dat...
ja, dat zag je gewoon in live performances als ze gewoon sprak, weet je. Dat straalde ze gewoon uit. Dus dat is gewoon voor mij een van mijn grote voorbeelden, ja. Inderdaad. Ja. Want het is natuurlijk ook belangrijk om een sterke vrouw te zijn, wat zij dus daadwerkelijk ook altijd is geweest. En sterke vrouw denk ik ook aan iemand die zich inzet voor goede doelen, net zoals One Man. Want Sabrina is namelijk ook ambassadrice van de One Man. Daar gaat het echt om overleven, sterk zijn. Hoe, met welke gedachten ga jij daar altijd naartoe? Of begin jij altijd je tour daarheen? Nou ja, kijk, ik vind het gewoon als persoon gewoon belangrijk dat je je maatschappelijk ook inzet. En natuurlijk als je dan een bepaalde carrière hebt, dan kan dat helpen, weet je, in het voor elkaar krijgen van dingen. Ik ben al inderdaad al een paar jaar ambassadrice van One Man. En ja, het is gewoon iets wat ik vanuit mijn hart doe, weet je wel. Ik doe het gewoon heel graag. Ik zet me in waar kan, waar mijn schema toelaat. En ja, met One Man heb ik gewoon een hele goede, hoe zeg je dat, connectie. Ook het werken met de pionier sprak mij aan. Er zijn natuurlijk heel veel goede doelen. Maar het werken met de pionier sprak mij dus aan. En dat One Man gewoon heel duidelijk en helder is in hetgene waar ze voor staan, waar het geld naartoe gaat, de projecten. Dus daarom heb ik, ja, voor hun gekozen eigenlijk, ja. Hey, ik wil je graag bedanken voor je tijd en voor de moeite die je hebt genomen om lekker hier met mij even lekker te praten. Hey, ik wens je alle succes verder en zet hem op en I'll be watching you. Dankjewel. Ja. Sabrina Stark. Maar meneer, waar is het eigenlijk voor? Ik ben wel heel braaf gaan liggen, maar ik heb geen idee waar het voor is. Het is een pijnbank. Een pijnbank? Dat denk je direct wel. Het lost jouw vetcellen op, waar jouw buikje uit ontstaat, zeg maar. Dat kleine vetrolletje wat je bij jou... Ja, die ik net niet wegkrijg. Die je net niet wegkrijgt. Je kan sporten wat je wil. En het laatste restje halen wij weg. Je lofhendels kunnen wij goed weghalen. En je restantje op je buik, zeg maar. Het is in principe pijnloos, zeggen ze. Maar je krijgt wel een soort van spiercontractie. Dus we gaan wel jouw buik laten trainen. En dat gaat nu gebeuren. Alles voor een mooi lichaam. Nou is meneer wel een beetje een aansteller. Want hij staat pas op 5 en hij kan tot 10. Ik vind het heerlijk. Hij staat nu op 9. Hij kan tot 10. Doe maar. En hij gaat nu naar 10. Het zweet zit op zijn bovenlip. Ik heb het bloed eet. In principe voor de zone van zoals nu op jouw buik staat, kost €650. En als jij zegt ik zou mijn lofhendels erbij pakken, doen we actiematig €999 nu. En ja, dat gaat zeker hier op de beurs gaat dat goed, want het voor de beursgangers hier is het zakgeld. Hey, ik ben in ieder geval slanker, ik voel me beter en dit is inderdaad moeite waard. Check it out. Hallo Norman, aangenaam. Aangenaam. Ik zat te kijken en ik kijk mijn ogen uit. Ik dacht, dat is beveiliging. Ik dacht, ik mag het niet aanraken. Maar ik vind ze mooi, begrijp ik. Ik vind het heel erg mooi. Of mag ik dat wel zeggen, lamp? Nou, het is natuurlijk, het is wel verlichting, maar het is echt ja, Dutch design. Het is echt ontwerp. Dat betekent dat het eigenlijk veel meer lichtsculpturen zijn. Er zijn Brand van Egmond, dat is William Brand en Annette van Egmond. Zijn beide Nederlandse ontwerpers van design verlichting. Ze zijn begonnen in 1989. En ja, toen kwamen eigenlijk de eerste succesvolle collecties op de markt. En dit is de allernieuwste introductie van 2012. Onze verlichting wordt heel veel toegepast in privéwoningen. In hele grote hotelprojecten bijvoorbeeld. Ja. De betere restaurants, waar dus echt de verlichting een wezenlijk onderdeel is van een interieur. Ja, ik zit daar nou te kijken. Hebben ze daar ook sieraden of is het echt alleen maar verlichting? En ik zie er ook gazant staan. Is dat een samenwerking die jullie hebben? Ja, ja. Als ik hier kijk naar die onderste sieraad, doet me erg denken aan die lamp. Ligt daar enige connectie of is het heel wat anders? Ja, dit is de Embrace-serie en het is inderdaad een afgeleide van de Sultans of Swing verlichtingsserie. Het is echt het signatuur is verwerkt in de sieraden. Ja. Het is wel zo dat natuurlijk het gebruik van materiaal is natuurlijk heel anders, want we hebben het hier over juwelen en niet over verlichting. Ja. Maar je ziet dat daar zeker in terug. Ja. Nou, bij mij is het licht gaan branden, letterlijk en figuurlijk. Okay. Hey, ik wil je bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan. Jij ook. En ik ga nog even op zoek naar een mooie designlamp. Shine bright like a diamond. Volgens mij zou iedereen willen dat ze zo'n scherm zou hebben, of niet? Ja,
niet op je lijf, maar als prachtig pronkstuk in huis is het denk ik wel heel erg te gek. Ja. Het is bijzonder. Als ik nu zeg maar Damien Hirst, dit is een inspiratie denk ik van u geweest. Hoe bent u erop gekomen om dit zo nauwkeurig in elkaar te zetten? Wat heeft u getriggerd daarmee? Het is een hobby. Het is heel handig kunnen knutselen. En, heel secuur lijkt mij ook. Ja, met een diamantloop. Het is gegoten roestvrij staal, 3,5 kilo. En er zitten 10.000 Swarovski steentjes in en die zijn gezet. Alsof je dus echt diamant zet. En met een diamantloop op zet je steentje voor steentje in de skull. Ja. En hij is hier in heel veel verschillende varianten. We hebben er verschillende gemaakt. Er staat er verderop en die is helemaal zwart. We hebben er een met een Amerikaanse vlag. En we hebben hem net verkocht in Marbella. En we zijn geweest in Miami, Los Angeles. Daar hebben we er allebei één verkocht. Ik had het wel iets duurder verwacht. Ja, maar de grap is dat we willen het zodanig maken dat mensen die van kunst houden het ook nog betaalbaar vinden. Ik kan het niet betalen op het moment, maar ik vind het heel mooi. Ik doe dit samen met mijn echtgenoot en die is van huis uit juwelier. Doet eigenlijk iets heel anders, maar heeft het even opgepakt door hiermee te gaan hobbyën. Ja. En heeft hij deze er meteen ingelegd in uw oren? Nee. Dit is geen Swarovski. Nee, iets anders. Die heeft alleen maar Swarovski thuis en heeft geen Swarovski oorbellen. Dit is echt. Dit is een echte. Moet je bij mijn collega's gazan zijn. Ik moet zeggen, ik heb echt genoten. Ik heb mooie dingen gezien. Ik ben alleen benieuwd, wat was jouw toppunt van luxury? Nou, eigenlijk dat je op die tafel lag en dat je aan het pijn lijden was. Dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, dat dacht ik al. Dat is natuurlijk een toppunt van luxury om iemand te zien lijden. Hé, maar ik zeg, mijn chauffeur staat te wachten. Chauffeur. Ciao. Ciao. Hey. En ik dan? Nou, ik ga wel lopen.